Suriname heeft als land nu een website waar boeken te vinden zijn. De stichting Boekenportaal Suriname heeft vanmorgen de website gelanceerd. De stichting heeft 4 jaar de voorbereiding gedaan voor de website. Honderden Surinaamse boeken zijn via het portaal beschikbaar om te lezen, te downloaden en of uit te printen. Sharon Schalkwijk, voorzitter van het stichtingsbestuur, meent dat door boeken te lezen de wereld om ons heen wordt begrepen. Met volle overtuiging hebben wij ons daarom ook ingezet om dit project tot leven te brengen. Het biedt een platform waar jongeren en ouderen de rijkdom van boeken kunnen ontdekken. Kinderboeken, romans, e-books, luisterboeken, zowel Surinaams als internationale titels. Daarnaast willen we met dit portaal ook uitgevers, bibliotheken en boekhandels in Suriname ondersteunen en promoten. We zijn er trots op dat er honderden boeken, en dan vooral Surinaamse boeken, nu makkelijk online te vinden zijn, te downloaden of te bestellen. Het portaal is meer dan alleen een website. Het is een groeiende gereedschapskits waarmee we niet alleen de toegang tot boeken vergemakkelijken, maar ook de culturele identiteit van Suriname versterken. Minister Henry Ory van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur geeft aan dat met de komst van dit portaal de mogelijkheid wordt geschapen voor mensen om toegang te hebben tot verschillende boeken. Ook zeg ik, het is belangrijk dat we vanuit de producten, vanuit het bijproject, nu toch wel zien dat we hele mooie werkbare materialen hebben voor verschillende domeinen, vakgebieden, maar ook dat alles dus transparant beschikbaar is om te zien en in te zien. Ik denk dat we verder moeten met het initiatief om inderdaad veel meer gebruik te maken van een dergelijk portaal voor brede onderwijsinstellingen in ons land. En dat we ook langzaam gaan geloven dat we het hybride systeem in de kast staat houden. Dus face-to-face onderwijs in combinatie met snel beschikbaar krijgen van digitaal materiaal. En dat is natuurlijk iets wat we trots op zullen zijn. Alle 72 nieuwe boeken die ontwikkeld zijn in het BIJP-project zijn in het portaal vindbaar. BIJP staat voor Basic Education Improvement Program. Verder zijn alle 158 nieuwe leesboeken met 471 Surinaamse verhalen opgenomen in de digitale bibliotheek voor de Nederlandse letteren. De website is www.boekenportaal.sr.